want we waren met verhuizing bezig. Maar ik heb een hele speciale gast. Amelie. Hoi, ik ben Amelie. Ik ken Lois van school. We zitten samen op hockey met andere meiden. En dat is top, helemaal superleuk. Dit is mijn kleine broertje Bryson. Als jij gaat staan, kunnen ze zien hoe groot je bent. Kijk, verlegen met mij. Is hij best groot geworden, want eerst was hij een baby. Dit is dus Bryson. Hij is net 4 geworden gisteren. En we gaan een hele leuke challenge doen. We gaan de Bean Boozle Challenge doen. Papa gaat straks 2 dezelfde jellybeans. Gaat hij eentje hier neerleggen en eentje hier neerleggen. Maar we weten natuurlijk niet of die lekker is of vies. Ik heb dit vaker gedaan met andere mensen. En toen had ik helemaal geen lekker gehad. We hebben voor de zekerheid deze 2 bakjes. Als je dit lekker vindt, kan je het uitspreken. Laten we beginnen! Papa gaat 2 jelly beans van dezelfde kleur hier op een bord zetten. We hebben een getal om de 10 kiezen. Bijvoorbeeld, we hebben nummertje 3. Dan mogen we 3 keer wisselen. Dan bestaat er een kans dat we of een lekker hebben, of een vieze. Of een vieze. Oké, kom maar jongens. We hebben bruine. En de smaak kunnen zijn of chocoladepudding of hondenvoer. En wij willen echt geen hondenvoer. In beide gevallen moet je dus 2, misschien 2 of 3 keer kauwen en dan mag het uitspugen. Ja, brokjes kan je ook niet zo opeten. Ik heb het ook wel eens geproefd inderdaad, maar het was niet zo heel erg slecht eigenlijk. En? Maar goed, dan mag je het gewoon uitspugen, daar is het bakje voor. Oké, steen, papier, schaar, wie er begint? Oh. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ah, ik kies het getaltje 2. 2. 1. 2. Oké. Gaan we aftellen? Ja, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Eeuw! Nee, je moet goed kauwen meteen. Oh, jij spiegt meteen uit. Eeuw. En Lois heeft? Chocolade. Gewoon chocolade. Eeuw. Je hebt geluk. En jij had? Hondenvoer. Hondenvoer. Pas op hoor, je mag wat water drinken. Wat heb je? Ook hondenvoer. Maar de buitenkant is altijd nog lekker. En daarna proef je pas die hondenvoer. Wat had je, Lois? Hondenvoer? Nee, chocoladepudding. Maar? Niet lekker. Oh. Nu een andere. Nu een andere. Goed zo, Bryson. Stinkt het? Oké. Okay. Mooi. Als ik papa neem, ga ik hem even opeten. Oké, jongens. Draai maar om. Lois. Ik heb die smaak echt nog steeds in mijn mond, hè. Oké. Hier hebben we dus een witte. De smaken kunnen zijn popcorn of bedorven melk. Oké. Nu mag Anne een getal kiezen. En papier schaar. Want jij was net al begonnen, dus nu mag Anne een getal kiezen. Ook 2, ja. Oké. 1. 2. Oeh, spannend. Gaan we weer aftellen? Ja. Bryson, ga je meedoen met aftellen? Gaat dat, Lois? 5, 4, 3, 2, 1. Nu wel langer kouden, dames. Anders is het zonde. Eeuw. Och. Oh, eeuw. Ik bijt niet. Je moet bijten, Lois. Kom op. Volgens mij heb ik popcorn. Gewoon popcorn. Oké. Okay. Ik heb bedorven melk. Wat heb je, Lois? Bedorven melk. Hé, wat doe jij nou? Zo gaat het
Oké, jongens, draai maar om. Dit is de smaak perzik of de kots. En ik wil nu, dit is jullie finale, dus ik wil zien dat jullie minimaal 10 seconden gaan kauwen. Wat is dat? Wat is dat? Als je het niet redt. Ja, dan is het gewoon klaar, dan heb je verloren sowieso. Ja, maar dan wordt het. Oké, gaan we een getal weer kiezen. Doe maar even voor de laatste keer rock, paper, scissors. En dan gaan we kijken. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Kies een getal onder de 10. 9. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oké. Okay. Er zit wit op. Ja, meerdere kleurtjes door elkaar. Hier zitten. Zitten. Voor de camera. Zitten voor de camera. Kom. Oh, serieus, dit ruikt echt lekker. Ja, kan. Oké. Okay. 5. 4. Wel kouden. 3. 2. 1. Als het lekker is, is het perzik. En als het vies is, dan heb je je kots. En dan proef je dat meteen. Wat heb je Loos gehad? Wat heb je gehad? Loos gaat spugen. Wat heb je gehad? Kot. Ik vind perzik niet lekker. Oh ja, ik nee. Ik dacht dat ik perzik had. Nee, ja, Loos had echt wel kots, want dat zie je aan de reactie. Ik denk dat Anne gewoon perzik had. Ja. Wijzen? Ik wou zwemmen en dan stond ik het. Het stonk, hè? Ja. Ja, je was aan het ruiken. Bryson, wat heb je voor een leuke trui aan, hè? Wat staat daar geschreven? Bryson! Bryson, dat is je naam, hè? Het stinkt. Het stinkt, hè? Dit bord stinkt. Ja. Je moet niet denken wat ik vertel. Oké, gaan we even afsluiten, jongens? Ja. Kom maar, Loos. De challenge was echt heel vies. Zeker weten, de kot. Kot. Wat vond jij de vieste? Ik vond de laatste. Nee, ik en de eerste hondenvoer. Ik vond de laatste. Ik hoop dat de kijkers thuis het leuk vonden. Ik wil graag de groetjes doen aan Keanu en Ekaterina. En ik wil de groetjes doen aan Chelsea en Ea. En ook nog kinderen uit onze klas. Elin, Mais en Smahen en Amy. Doei! Abonneer even en like eventjes hieronder. En druk op het belletje. Doei!